24 uur achter elkaar les bijvoorbeeld. Ze hebben ook heel veel ervoor over. Want dit is natuurlijk nogal wat om 24 uur les te krijgen. Terwijl je ook kan denken, nou, ik kan gewoon lekker vrij zijn. Ik heb wel een kussen en een deken meegenomen voor de zekerheid. Maar ik ga het proberen vol te houden en dan zullen we zien. En weer een andere klas besloot te gaan vasten voor het goede doel. Veel gegeten van tevoren? Ja, heel veel. Echt een broodje en ook nog een schnitzel. En wat ijs. Ja, echt helemaal volgepropt. We gaan sowieso slapen. Anders gaan we gaan wel slapen. Ja, we slapen. Ja, slapen. We moeten tot 7 uur. Ja, we moeten tot 7 uur 's avonds. En dan kan je echt alles niet meer. Dan ga je helemaal... Wij zijn hier morgenochtend ook weer, dus dan ben ik... Van de vrolijke sfeer was in de ochtend niet veel meer over. De vastende leerlingen waren nog half in slaap, dus namen we een kijkje bij de andere klas. En daar was het energieniveau wat hoger. De laatste uurtjes sukkelden we een beetje in, dus daarom dachten we laten we naar de gymzaal gaan. En nu is natuurlijk weer het energiepeil gewoon heel hoog en daar zijn we heel blij mee. Hoe vaak heb je al gegaapt? Dat is voorbij het tellen. Ik denk zo rond een paar honderd keer al. Ik probeerde wel te slapen, maar het lukte niet echt. Je probeerde te slapen? Mag eigenlijk niet, hè? Nee, maar het lukt sowieso niet, want je hebt de hele tijd iedereen om je heen die praat en zo. En je wordt de hele tijd gewekt omdat je niet mag slapen, dus het lukt sowieso niet. En je hebt de hele tijd les waarbij je toch dingen moet gaan doen. De leerlingen krijgen nog tot 7 uur vanavond les en proberen nog zoveel mogelijk geld op te halen voor SOS Kinderdorpen.